Dit is Flevoland van zondag 7 oktober. De politie heeft vanmiddag een aantal straten op bedrijventerrein Zwolse Hoek afgezet. Onder meer de Abbert, ter hoogte van Cold Store, is afgesloten. De politie is met veel auto's aanwezig. Volgens de woordvoerder heeft de actie te maken met een lopend onderzoek. Hij zegt pas later meer informatie te kunnen geven. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Kom op, jongen. Bij stadslandgoed De Kemphaan in Almere konden mensen met een beperking vandaag genieten van een modderrun. Ja, dat is lekker ploeter, hè? Ja. Gaat het goed? Ja, behoorlijk. Ja, op zondagochtend vroeg lekker 3 kilometer door de modder. Ja, voor de uitdaging, hè. Een spannende uitdaging. Iets leuks te doen voor de mensen, voor leuks lekker mee te doen, lekker sporten, een beetje lekker modderen. Kijk, de meeste mensen gaan dan zondag naar de kerk. En ja, en denk ik, ja, oké, zondag. Zondag is een rustdag. En denk ik, nou, is een keer leuk, is een keer op de zondag een keer te doen. Lekker een modderrun doen. Gaat goed, Chris? Ja, goed hoor. Oké. Ik wilde graag eens een keer zo vroeg mogelijk opstaan op de zondagochtend. Ja, maar dan ga je toch niet in de modder liggen? Dan kun je nog andere dingen doen? Ja, meestal kijk ik voetbal, maar nou, deze keer niet. Maar ik graag eens een keer gewoon in de modder springen. Ja, fantastisch. Ze vinden het heel spannend, maar ze doen het allemaal wel. We hebben dit jaar weer meer deelnemers dan vorig jaar. Het is de 2e editie. En daar zijn we hartstikke trots op dat ze dit doen. Het is hartstikke goed en je zorgt ervoor dat je gewoon vet verbrandt. Wat is nodig, denk je? Nou, dus, aan mijn buiten zien was het gewoon wel even nodig, ja. Dus er moet wat vet af? Ja, inderdaad. Maar ik heb 3,5 kilometer gerend en ik vind dat hartstikke leuk. En dat vet verbranden, dat helpt nu wel inmiddels wel. Goed zo. Heel erg lekker, een top. En, ja. Ik hoop dat ik volgend jaar weer mee mag doen, dat is heel goed. Ik zeg van, kom volgend jaar naar de modderrun en doe eens een keer mee. Het is goed voor de spieren, goed voor het lijf. En het is voor jullie ook conditietraining. Sinds vandaag kan je in Rutten golfen tussen de alpaca's. Daar is bij Alpaca World een parcours in een weiland uitgezet. De dieren lopen daar gewoon tussendoor. Het idee komt uit Limburg. Daar waren we van zomer waren we daar op een camping en die heeft ook alpaca's en die zei van goh joh, is dat niet wat voor jullie? Het is meer een soort boerengolf waarbij een klomp aan een stick vastzit en je slaat met zachte ballen. Want de dieren zijn natuurlijk het belangrijkste. Er is één grote gouden regel, respect voor de dieren. Dat moet gewoon voorop staan. En stel men gaat spelen en er loopt een alpaca in de weg of je wacht of je golft eromheen. Dat is het belangrijkste. Die alpaca's die gaan soms helemaal in de weg staan voor je hol. Dus dan moet je tussen de benen heen slaan. En soms schoppen ze hem dan weg. Maar voor de rest gaat het wel heel goed. Voor de dieren was het wel even wennen in het begin. Natuurlijk is dat in het begin even van, oh jee, wat is dit? En we hebben ze natuurlijk al laten wennen door ze gewoon in het land te laten lopen. Gewoon tussen de hindernissen in. We hebben een aantal keren hebben dat golf gespeeld. En ze hadden echt dit na een paar keer, oh ja, nou, daar komt ze weer aan met zo'n bal. Nee hoor, ze worden er eigenlijk niet anders van. Het golfen is leuk, maar stiekem zijn de alpaca's zelf ook wel erg interessant. Dieren zijn gewoon leuk en je komt ook wat dichterbij bij ze. Normaal kun je ze alleen maar van afstand zien. En nu kom je ook echt dichtbij ze. Sommige zijn wel leuk, maar sommige gaan ook wegrennen. De eigenaren wilden eigenlijk pas in het voorjaar beginnen met het golfen tussen de alpaca's. Maar vanwege het mooie weer zijn ze nu toch al open gegaan. En het was allemaal klaar, dus we hadden iets van, weet je wat, we gaan gewoon beginnen. En, maar zo staan er, nou ja, het staat er nou amper een week op en zo zijn er al 9 groepjes die komen. Dit is hem dan, de beste jonge autotechnicus van Flevoland. De 22-jarige Koen Brouwer uit Zeewolde liet tijdens de finale van de Flevolandse monteursverkiezingen zijn 4 concurrenten achter zich. Super blij mee, daar hebben we het allemaal voor gedaan. Had je het verwacht? Nee, dat niet zozeer, want ik dacht dat de tegenstand ook wel flink was. Maar ik had wel een heel goed gevoel bij elke opdracht en ook al bij het gesprek en ook bij de theorieopdrachten. Tijdens de finale moesten de deelnemers verschillende opdrachten uitvoeren. Waaronder het uitlijnen van een sportauto, het controleren van remmen en er werd ook gelet op de sociale vaardigheden. Deze wedstrijd hebben we in het leven geroepen om jongeren te laten zien dat het beroep van autotechnicus best heel veel inhoudt. Dus eigenlijk om het vak autotechnicus in het zonnetje te zetten. Een autotechnicus moet eigenlijk in zijn levenslang leren. Want elk jaar
komen er weer nieuwe modellen uit, komen er weer nieuwe dingen uit. En vooral heel veel elektronica op dit moment. Dus het is een leven lang leren. En toch is de techniek niet populair. In Nederland is namelijk een sterk tekort aan technici en dus ook aan automonteurs. Niet alleen in het autovak, maar ook elektriciëns, loodgieters, in de bouw. Als dat niet omgezet wordt, dan hebben we zometeen een stagnatie van het MKB. Want dan kunnen we niet meer groeien, want we hebben de mensen tekort. Je ziet dat overal bij elk autobedrijf zo'n beetje staan er wel vacatures open. En we hebben gewoon handen tekort vaak. Brouwer heeft overigens nooit getwijfeld voor zijn passie voor techniek. En als je het aan hem vraagt, is dit het mooiste beroep. Absoluut. Ik ben begonnen op het VBO. Toen ben ik HAVO gaan doen. Omdat ik wist dat ik niet mijn hele leven in de schoolbanken zou willen zitten. En dat ik graag met mijn handen wilde werken. Dus dat is ook de boodschap die ik dan graag uit wil dragen naar jongens die op de HAVO VBO zitten die eraan twijfelen. Via de techniek kan je er ook komen. De basketballers van Almere Pioneers zijn uitstekend begonnen aan het seizoen in de promotiedivisie. Gisteravond werd met 71-65 gewonnen van de Red Giants. En dat was alweer de vierde overwinning. Daarmee staat de ploeg op een keurige tweede plek. Dit stemt tot tevredenheid. Maar een goede coach is niet snel tevreden. We zijn goed begonnen. Dus alleen ja, ik zei afgelopen maandag op training van het lijkt wel of jullie blij zijn dat met winst en zo. Jullie mogen best blij zijn dat je gewonnen hebt. Ja, ik bedoel, ik zei het net nog. Gisteravond heb ik gescrabbeld. Ja, en ik wil ook winnen. Ja, je moet elke wedstrijd die je speelt moet je willen winnen. En dat waren we gewoon een beetje gelaten, vond ik. De Pioneers spelen op het hoogste amateurniveau. 1 divisie onder de profs. De Almere's doen het tot nu toe prima. En daarom dringt zich al snel de vraag op of een terugkeer op profniveau mogelijk is. Dat is een hele interessante vraag. Ik laat eens zeggen dat we binnen 5 jaar het gerealiseerd moeten hebben. Maar slag om daar, hè, want ik durf het je niet te stellen. Ik durf het zeker niet met stelligheid te beantwoorden. De ambitie is er, net als het besef dat er meer nodig is om de stap naar profbasketbal te realiseren. Maar daar hebben we wel een paar dingen voor nodig. Dat is zorgen dat we eigen omgeving gaan krijgen met een eigen geur van Almere Pioneers. Dat is toch belangrijk. En een boel sponsoren, want dat gaat een boel geld kosten. Dat is wel belangrijk dat er geld komt. Zodat we dat goed neer kunnen zetten. Zodat we de juiste spelers kunnen begeleiden en naar een goede niveau brengen. En een goede trainingsstaf. Niet alleen bij Heren 1, maar met name ook op de lagere teams een goede trainingsstaf kunnen gaan opbouwen. En zorgen dat van onderaf aan die aanwas komt. Nou, we hebben natuurlijk om die wereld gehad. En toen weet ik gewoon hoeveel geld erin gepompt moet worden. En dan denk ik gewoon van wat de voorzitter zegt, 5-jaar-plan, dan moet er echt een goed 5-jaar-plan zijn. Daar moet de gemeente mee werken, dan moet de zaal, degene die de zaal organiseert, moet er mee werken. Er moeten sponsors komen, het publiek moet mee gaan doen. Dus. De club zal dus op zoek moeten naar geldschieters. Daar zijn ze bij de Pioneers wel over eens. Maar alleen geld in de club pompen is niet voldoende. Als morgen een grote sponsor komt en je overmorgen Eredivisie kunt spelen, moet je dat niet willen. Want daar hebben eigenlijk de infrastructuur van de club nog niet voor. Dan heb je alleen maar spelers van buiten. En dat moet je niet willen als Almeerse vereniging. Je moet veel spelers uit Almere hebben. Voorlopig zijn de prestaties van de basketballers goed. Een hoge klassering dit seizoen behoort tot de mogelijkheden. Ik hoop gewoon dat we die bovenste 4 halen. En dan heb je dan kans gewoon om in die finale te staan. En dan, daar gaan we gewoon voor.